Ik ben Diego. Hier links zie je me op een rotpunt in mijn jeugd. Ik werd uit huis geplaatst en was op weg naar een gesloten jeugdinstelling. Een paar jaar later ben ik nu onderweg naar eenzelfde soort instelling, maar nu met een ander doel. Nu praat ik met professionals over mijn ervaringen en wat we hiervan kunnen leren. Ik denk samen met hen na over wat er gebeurd is, wat voor uitdagingen zij tegenkomen en mogelijke oplossingen. Hoe is het voor mij allemaal begonnen? Mijn alleenstaande moeder had veel moeite met mij en mijn broertjes en zusjes alleen op te voeden. Na jaren bemoeienis van jeugdzorg kwam een hulpverlener ons vertellen dat mijn moeder de zorg voor ons niet meer aankon en dat we ergens anders zouden gaan wonen. We werden uit huis geplaatst. Het ging met mij vanaf toen alleen maar slechter en ik heb verschillende voogden gehad. Al wilden veel hulpverleners mij graag helpen, ik wilde het op een gegeven moment niet meer. Ik liet ze niet meer toe. Daardoor heeft het achteraf gezien misschien wel nog langer geduurd voordat ik de juiste hulp kreeg. Ik wil dat andere jongeren dit zoveel mogelijk bespaard blijft. Daarom heb ik een training tot expats gevolgd. Nu help ik professionals om jongeren zo goed mogelijk te helpen. Ik geef ook advies aan mensen die werken bij de gemeente. En ik ben een maatje voor een andere jongen die nu dezelfde soort dingen meemaakt als ik. Wil jij met jouw ervaring ook de jeugdzorg verbeteren en andere jongeren helpen? Heb je ervaring met jeugdhulp en ben je tussen de 18 en 28 jaar? Neem dan nu contact op.